dit is alweer 17 en wel van terug. En Nightcrazy World. Hallo. Ja. In de vorige aflevering had ik beloofd dat we naar de Nether gaan. En dan, ja, dat gaan we ook. Maar ik heb al een aflevering gemaakt, een paar minuten geleden zelfs. Over, ja, dat ik naar de Nether ging. Maar ja, op een of andere manier was ik niet aan het opnemen. Dus ja, sorry, we gaan vandaag even niet naar de Nether. Sorry, maar we gaan gewoon, ja, iets anders doen. We gaan gewoon gebouwen bouwen. Gebouwen bouwen. Oké, dat klinkt raar. We gaan gebouwen bouwen. Gebouwen bouwen. Dat klinkt echt raar. Dus. Ik had even mijn normale Ali 17 clothes aan. Oh jee, mijn kist raak ik ook een beetje vol. Mijn kist is er nog uit. Bijna niks. Ik ben een bijl. Ja, houten. Het gaat lekker. Oké, let's go. Sorry dat ik erg in de moeten doen, stel dat we niet naar beneden gaan. Spijt. Ja. Bomen te kappen, bomen te kappen. Of wat deze bomen nu zijn. Ik vind het heel makkelijk. Oké, fijn. Nou. Maar gelukkig heb ik hier mijn pap nog. Oh ja, dat is waar hier heb ik nog een kistje. Hoppla, ik ga weer een houtzak en een gebouw. Ik weet niet wat voor gebouw het wordt, maar het wordt een gebouw. Oh jee, ik moet even naar mijn steenkoepel gaan. Mijn steenkoepel. Deze kan ik ook een beetje diep geworden. Het gebouw die gaan we eigenlijk, ja, we gaan weer bouwen, dat is een punt. Waar gaan we bouwen? Dit is vlak bij de lange pieten. Hele lange pieten. Let's go. Oké dan. Nou, om precies te zijn 3 minuten en 55 seconden gaan we nu bouwen. Ik ben nog steeds niet begonnen. Oh, ik doe het er even niet. Een beetje slow. Ja. Nog steeds niet precies waar. Moet ik even denken. Ja, dat is gewoon niet ergens jullie. Ik heb deze aflevering niet gepland. Dus, nee. Weg. Weg voor altijd. Op mijn leven. Wow. Ik heb een gek huisje. Ik weet niet of het überhaupt een huisje is. Ik weet het niet, dus ik heb deze aflevering niet gepland. Ik doe nu gewoon via accessie recorden. Dus ik weet het ook helemaal niet. Ik heb nog een beetje de stand staan. Maar als jullie het horen, ja, dan weten jullie dat de bestand genoeg is. Als het goed is zijn we nu al 5 minuten aan het opnemen. En ja, 5 minuten.
Regenachtig. Maar wat een nacht zou duren. Is je moeilijk. Wat een dag, wat een nacht. Nee. Mijn kloof staat in de wet. Mijn kloof is wet. Nee. Mijn kloof is wet. I don't like that. Mijn kloof is wet. Maar als het goed is, heb ik hier. Yes. Mijn oude mijn. Hohoho. Want vroeger was die lange knakkers, was gewoon van thuis van mij. Maar toen dacht ik, ik wil hier niet leven. Dus ja, ben ik gewoon ergens aan het zitten gaan. Maar toen heb ik deze mijn nog. Haha, ja, hij bestaat nog gewoon. Dan kan ik gewoon weer dus ouderwets in deze mijntje mijnen. In de mijn mijnen. Een gebouw bouwen en in de mijn mijnen. Wauw. Ik heb zelfs wat aan de bedrock, toen aan de bodemsteen gegraven. Wat ik hoorde doen, dicht. Gemijnd, kan ik dit noemen. Ik heb gewoon weer wat steentjes nodig. Steen. Maar geloof me. Dit is mijn beste survival wereld die ik tot nu toe heb. Niet qua meeste gebouwen heb ik een betere wereld. Maar qua. Maar ja, qua zo dicht mogelijk bij de end komen. Dan is dit hem. Nou, oké, dicht bij de end komen. Gewoon mijn beste. Gewoon naar de portal. Weet je wel, klaar. Diamanten. Zoiets. En maar. Waarom ik deze mijn heb gesloten eigenlijk, is omdat, ja, zoals je ziet, it takes a very well to go down and go up. Dit is gewoon een hele minuut van de tijd in beslag. Nou, even kijken, maar volgens mij mag je maar een kwartiertje op YouTube opnemen, dus ik zit nog op de 7 minuten en 11 seconden. Dus moet wel lukken. Come on. Frisse nachtlucht. Wel koud. Nou, wel koud. Ik heb mijn kleren aan, maar alsnog is het koud. Alsnog is het koud. En dankje. Moment, ik heb echt een voorbereid. Ik weet het niet. In die kist zitten hopelijk nog wat fakkels. Hopelijk, mama. Zeg jij. Maar je moet even in deze kist kijken.